Sterrenbeeld Stier. Stier, van harte welkom op het kanaal van Mireille Online. Mijn naam is Mireille van Rijn. Deze keer ga ik het net even anders doen dan je gewend bent. 2020 is begonnen. En ik ga deze keer 12 maanden voor jou leggen. Wel de hele korte versie. Want anders zou dat wel een hele lange video worden. Dat is ook weer niet de bedoeling. En ik hoop vooral dat je het heel erg leuk vindt. Leuk om te vertellen is 2020 is 2 en 2 is 4. En 4 staat eigenlijk voor vierkant, stabiliteit, structuur, evenwicht. Het is eigenlijk een aardig getal. Dus 2020 wordt best wel een veel stabieler jaar als de jaren hiervoor. En kijk je nou naar 2020, dan krijg je twee keer een 2. Dan kom je op 22 uit. Is een meestergetal. Meestergetallen kun je eigenlijk niet delen. Het is altijd 11, 22 of 33. En het gaat er eigenlijk om dat jij de leerling in de meester wordt. En de meester in de leerling. Heel veel oude stukken, dat moet gewoon bijna voor iedereen voelbaar zijn. Die heb je echt achter je gelaten. Heb je doorwerkt, heb je doorlopen. En we gaan gewoon lekker kijken wat er komend jaar jou te wachten staat. En laat je lekker verrassen. We gaan hem net even anders doen. En de video duurt ook iets langer dan normaal, omdat het gewoon 12 maanden zijn. En ik doe natuurlijk ook jaarreadingen en kwartaalreadingen, maandreadingen. Die zijn natuurlijk veel uitgebreider. Want dan krijg je echt per kwartaal heel uitgebreid een legging. Daar kun je dit dan weer niet mee vergelijken. Dit is een klein voorproefje van hoe zoiets is. En we gaan lekker kijken. Stier, ik heb er zin in. Ho, deze vallen er al uit. Dus die zijn belangrijk. En dan gaan we beginnen met de duivel. En even kijken. Munten. 4 zie ik hier. Even kijken of ze goed in beeld zijn. Zo moet ik ze neerleggen. En dan hebben we hier maart hebben we de magier. Dus dit is januari is de duivel. Februari munten 4. Dan hebben we de magier. Dan hebben we munten 2. Dan hebben we munten 9. Hele mooie kaart. Dan krijgen we hier zwaarde 10. De lovers. Wauw, stier, dat wordt leuk. Dan hebben we hier staaf 8, versnelling, temperance, dan hebben we hier paasje van bekers en dan hebben we hier nog een bekerskaart, de ridder en de koning bekers. Dus veel bekers zie ik hier liggen in ieder geval. Nou, we hebben een keer een staven, we hebben wat munten, een keer zwaarden. Mooie kaart in ieder geval. En leg ik daar even de stapel neer. Dan ga ik deze even erbij pakken. Oh, die valt er al uit. En dan leggen we die eventjes bij januari. Asje. Zo, ik leg ze even iets meer gespreid. Want ik wil maar eens altijd even zoeken naar de juiste manier van neerleggen. Zodat alles zo goed mogelijk in beeld komt. Hier hebben we de dobbelstenen. Hier hebben we de boom. Ik ga ze allemaal toch in beeld laten zien. Dus de sleutel. Dan hebben we hier de vogels. De roede. Muizen. Oké, dus daar komen wat twijfels over liefde. Dan hebben we hier het vergrootglas. De hond bij Temperance. Dan hebben we hier het boek. Dan hebben we hier de maan. Mooi hoor. En dan hebben we hier de tuinen. Even kijken of alles goed zichtbaar is. Dus altijd een beetje. Ja, nee, alles. En ik laat alles nog een keertje zien uiteraard. Wat ik doe is voor iedere maand het orakel van de liefde er even bij pakken. En ik heb hier ook nog engelen tarot liggen. Die pak ik er tussendoor even bij als ik toch nog even iets meer wil weten over de duiding. Dus dat ga je strakjes wel zien. Nou, hij is echt iets langer, dus hou daar even rekening mee. Maar je kan hem natuurlijk ook in delen bekijken. Nou, ik denk dat het zo wel goed is. Oké, januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november.
December. Ja, ik had natuurlijk ook alles alvast voor kunnen leggen, maar ik vind het toch echter als ik het gewoon lekker in beeld doe, dat je ook ziet van, ja, dat ik ze echt schud en zo. En ja, stier, dan gaan we beginnen in januari. En ja, dat heb je misschien net natuurlijk ook al gezien, de duivel en de wolken. En de wolken staan enerzijds voor een man, dus de wolken kunnen ook voor een mannelijk persoon staan. Staat wel voor conflicten van korte duur, voor onweer. Maar je ziet ook alweer heel snel het licht komen. En eigenlijk ook die tegenwerking van regen en zon. Donder en bliksem en de zon. En ja, dat gaat een beetje over januari met de duivel. En de duivel staat eigenlijk voor angsten, voor het negatieve. Negatief denken over je toekomst. Dus misschien zit je even in een dip. Misschien dat je toch met wat leugens te maken hebt. Wat met wat teleurstellingen. En ook wel met wat schaduw. Met, ja, kijk, de duivel is eigenlijk, ja, hoe moet je dat goed zeggen? Het is eigenlijk de gevallen engel als het ware. Hè? Die staat voor verleidingen, beproevingen. Maar ook voor transformatie. Dus neem het niet te zwaar op. Misschien dat je je wat bedrogen voelt. Want dat gevoel heb ik er wel een beetje bij. Het gaat erom dat jij zelf vooral niet aan zelfbedrog doet. Je niet laat misleiden. Bij jezelf blijft. Het kan ook gaan om een mannelijk persoon. Waardoor jij je een beetje bedrogen voelt. En het gaat hier om een koning. Koning van Klaveren. Kijk, hier heb je het tekentje. Even kijken of je hem goed kan zien. Ja, zo moet ik hem laten zien. En klaveren is een staven. En als je dan over een koning praat, ja, dan is het waarschijnlijk een blonde meneer met blauwe of lichte ogen. Wat dominanter, edelmoedig zou die kunnen zijn. En ook wel iemand die inspirerend is en seksueel heel hartstochtelijk. Dus het kan zijn dat je gewoon met een enorme verleider te maken hebt. Dus, en dan hebben we het hier waarschijnlijk over een leeuw, een boogschutter of een ram. Nou, kijk gewoon wat jij daarmee kan qua inspiratie en qua inzicht in de maand januari. Ja, misschien dat ik dit ook nog wel even aan je moet laten zien. Je ziet hier ook dat mannetje en dat vrouwtje aan dat koordje. Maar jij kan jezelf losmaken, hè, als jij in een bepaalde verleiding zit. Jij hebt altijd zelf de macht in handen. En waar hebben we dan nog meer mee te maken, lieve stier? Je tweelingziel. Je tweelingziel is in de geest met je samen. Wees daarvan overtuigd. Dus misschien dat je heel erg in je angst bent gekropen. Dat je het niet kan geloven. Of dat je op de vlucht bent. Of jezelf helemaal gek loopt te maken. Kan losstaan van elkaar, maar het kan ook met elkaar te maken hebben. Dat zal voor iedere stier anders zijn. Het kan natuurlijk nooit voor 100% met alle stieren resoneren. Maar voor iedere stier zit daar een persoonlijke boodschap in. En ja, dat is jouw stukje natuurlijk. En dan gaan we gauw door naar februari. En februari hebben we te maken met een gok die je mag gaan nemen. Munt 4. Het bezit vast willen houden. Munten in je handen, munten in je hoofd. Kijk maar even goed. Een hele mooie kaart om te zien. Het gaat erover wie niet waagt, wie niet wint. Nou, dat geeft die dobbelstenen eigenlijk ook al aan. Dan zit je met, eens even goed vastpakken. Dan zit je eigenlijk met een gok nemen. Dus het gaat hier ook echt wel over, durf je wel of geen gok te nemen. Volg daarin altijd je intuïtie. Zorg dat je niet te inhalig bent of te hebzuchtig bent. Want dan ga je toch in dat donker. Dan kom ik even op dat duiveltje terug van januari. Maak je daar goed los van. En hou je niet te veel vast aan materiële zaken. En tuurlijk hebben we natuurlijk materie ook wel nodig. Luister goed naar jezelf. Luister naar je intuïtie. En als jij voelt dat je een bepaalde gok kan nemen, moet je dat gewoon lekker doen. En ja, zorg in ieder geval dat je niet te veel hecht aan materie. En aan de andere kant, soms moet je gewoon een gok nemen. En volg daarin gewoon je gevoel. Dat is heel erg belangrijk. En de hartenkaart die daarbij ligt is wachten. Niets forceren. Laat de natuur haar eigen weg gaan.
Nou, dat kan met liefde te maken hebben, maar dat kan ook zeker met die gok te maken hebben waar jij ja, ook mee te maken krijgt in februari. En dan gaan we naar maart en dan krijgen we eigenlijk de magier, een van mijn favoriete kaarten. Die magier, iedereen is een magier, iedereen is een hoge priesteres. De magier staat voor, hè, dus een 1, een nieuw begin. Je kan hem niet delen, het getal. Het is een hele nieuwe stap. Het is een overwinning. Het is heel persoonlijk. En eigenlijk bezit jij alle elementen om te creëren, om te manifesteren. Dus de munten heb je in handen. De bekers, de staven, de zwaarden. Alles heb je. Je intuïtie, je gevoel. Zo mag je dat eigenlijk zien. Je bezit alles. Wees je daarvan bewust. Durf je in te zetten. Durf te creëren. Jij bent gewoon de schepper van je eigen leven, zoals iedereen. En hoe meer je dat in een bepaalde waarheid durft te doen, hoe krachtiger de uitslag van jouw nieuwe creatie ook zal zijn. Maar het staat ook echt voor veranderingen. En neem het met je mee. En even over die waarheid. Ik pak hier de boom. Naast de magier. En de boom is standvastig, is geaard, is geworteld, is een goede ontvanger. Dus wees die boomstam, wees die aarding. Zorg dat je geaard bent, zorg dat je durft te ontvangen, dat je jezelf openstelt. We hebben het hier over een harte, dus dan gaan we weer naar het gevoel. Schorpioen, vissen en kreeft hoort deze kaart ook bij. En het gaat over emotionele situaties, geluk, vooruitgang, relaties, harmonie. En de boom staat voor kracht. Hè? In bepaalde betekenissen staat hij ook voor je gezondheid. Maar je ziet hier ook al die chakra's. Zorg voor balans vanuit het magier durven zijn. Als je dat goed onder de knie hebt, lieve stier, nou dan is de sky the limit. Nou, daarover gesproken, eeuwigheid. Heb eerbied voor de plek in elkaar waar alles liefde is. Heb eerbied voor de plek in elkaar die eeuwig is. Groen, hart. Dus heling in je hart. Eerbied voor jezelf. Eerbied voor het hogere. Eerbied voor de magier. He, we kunnen allemaal creëren. Maar de basis, he, dus als je de basis van alle creaties. Is belangrijk. Als jij met verkeerde intenties gaat creëren, dan begrijp je dat er natuurlijk een grote troep vandaan komt uiteindelijk. En als jij zo zuiver mogelijk gaat creëren, hoe zuiverder die basis is, hoe stabieler en waardiger en steviger die ook zal zijn. Wat ik heel mooi vind, maart is natuurlijk de maand naar de lente toe. Dus maart ga je ook open, ga je ook echt naar vernieuwing toe. En dat past wel bij de maand maart. En dan gaan we naar april. April, munten 2, balans. Samen met de sleutel 33, meestergetal stier met een ruit 8. Nou, een ruiten staat voor geld en munten is natuurlijk ook geld. Sleutel staat voor succes, oplossingen. Je ziet ook de kooi open, bevrijding. Ja, en munten 2 gaat over. Balans, vernieuwing op komst, je ontspanning nemen. Daar ben je ook wel aan toe. Zoek niet te veel controle. Probeer niet te veel controle te nemen. Belangrijk is gewoon dat jij vanuit een bepaalde ontspanning alles goed in balans houdt. Vernieuwing is onderweg. Succes, bevrijding. Je gaat je vleugels uitslaan en dat ga je in april. Heel erg merken. En welk hart hoort daarbij? Voor altijd en eeuwig. Jullie verkeren in een eeuwige gelukzaligheid. Neem die met je mee ter overbrugging, ter inspiratie voor de maand april, lieve stier. En dan gaan we naar de maand mei. Jouw eind april of mei is natuurlijk wel echt jouw maandstier. En dan beginnen we met munten 9. Echt een topkaart. Onverwacht succes. Kan wat jaloezie om je heen hangen. Ik gaf net al aan, hè, die bevrijding vanuit die kooi. Het gaat hier ook om in de gouden kooi te zitten, als het ware.
Het gaat hier weer echt om een dame. Dus je bent zelf die dame in die gouden kooi. Of je hebt daarmee te maken. En belangrijk is dat je je innerlijke rust pakt. Zelfkennis goed ter harte neemt. En dan hebben we hier ook nog mooie bevestiging ook weer. Ruiten 7. En de ruiten is een kaart van munten ook, van geld. Ruiten gaat eigenlijk gelijk op met munten dus, hè, met het geld. Het is een aardeteken. Het gaat ook echt over de stier, maagd of een steenbok. En je hebt het geld ook in handen. Dus je krijgt gewoon succes. Misschien verwacht je het niet of had je het wel gehoopt. Communicatie, er wordt wel over je geroddeld. Dus dat krijg ik ook door. Vogels geven dat, hè, kan soms een beetje een conflict zijn. Vogeltjes gaan ook over communicatie. Social media bijvoorbeeld. Hè. Twitter heeft ook het vogeltje. Meer bedrijven gebruiken de vogel omdat ze een communicatiebedrijf zijn. Staat soms ook over geroddel, geklets. En past ook wel een beetje bij die munten 9. Want daar heb je ook altijd een beetje door jouw succes met jaloezie te maken. Maar goed, dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Dan krijgen we hier transformatie. Je relatie met iemand anders staat op het punt zich te verdiepen. Hele mooie, ja, ook wel echt een aarde kleurkaart, oranje. En die gaat over scheppingskracht, hè, oranje. Dus dat is wel heel erg mooi, dat bruin-oranje. Dus echt aarde, schepping. Oranje is echt een scheppingskleur vanuit de chakra's. Dus ja, dat is eigenlijk de maand mei. Ik ga gauw door naar de volgende maand. Ja, het gaat allemaal even in een sneltreinvaart, maar anders krijgen we een veel te lange video. Daar wil ik ook voorkomen. Het moet natuurlijk ook leuk zijn en blijven om naar te kijken. En wil jij nou persoonlijk uitgebreid een legging? Ik kan per maand kijken, ik kan per kwartaal voor je kijken, voor een heel jaar. En dan denk je misschien, ja, maar januari is al begonnen, Nou, dat geeft helemaal niet, want het gaat van kalendermaand tot kalendermaand. Dus dan krijg je bijvoorbeeld februari 2020 tot en met februari 2021. Vleugje januari erbij, et cetera, et cetera. Misschien heb je iets van, nou, het lijkt me wel wat, maar ik wil toch eerst eens even uitproberen. Nou, dan doe je toch gewoon eens een maandreading. Het hoeft natuurlijk niet. Misschien heb je hier wel genoeg aan. Je kan natuurlijk ook altijd even een kijkje nemen op www.puurmedium.nl. Daar zit ik met mijn collega's ook regelmatig online voor een telefonisch consult. En we gaan naar de maand juni. Zwaarde 10. Het gevoel dat je de messen in je rug hebt, gebonden zijn, geen kant op kunnen. Misschien wel een beetje zelfmedelijden, in je slachtofferrol zitten. Bepaald dieptepunt waar je eigenlijk in zit. Teleurstelling waar je mee te maken hebt gehad. Maar als je goed kijkt, ergens gebonden, maar ook weer niet. En de messen staan niet in je rug, maar om je rug. Dus dat gevoel hebben, diepste is eigenlijk alweer voorbij. Dus laat het los. De zon gaat echt wel weer schijnen. Misschien even een lastige periode die je voelt. Ik zie hier ook de strijdkaart, kaart nummer 11. Meestergetal, dus word dit meester. Hè, ga niet te veel in die emotie die je hierbij ervaart. Weet dat je iets meester mag worden. De roede staat voor strijd. En staat ook voor een kind. Dus een kinderlijk iemand. Daar heb je wel mee te maken. Dus iets wat heel kinderachtig is. En het is een klaverkaart. Dus een staven. Dus een vuurkaart. En vurige. Je hebt ook met een vurig iemand te maken. En het gaat ook wel weer over rammen, leeuwen, boogschutters, daar kan dit over gaan. Daar zul je misschien mee te maken hebben, daar ervaar je misschien die strijd mee. Dat zou kunnen. Blijf bij jezelf en word vooral die strijd, die innerlijke strijd, dat gevoel van potverdorie, word dat meester. Ga niet te veel in die emoties mee. Diep in je hart weet je het antwoord al. Dus doe wat goed, wat je voelt dat goed is. Dat geeft het hart aan deze maand over deze situatie. Neem dat met je mee, stier. En dan gaan we gauw naar juli. Ja, je zag hem net al. Lovers. Ik vind dat altijd zo'n leuke kaart. En daar zie je de twee siervogels. De zon op de achtergrond.
alsjeblieft. Geliefde. En dat gaat over verliefd zijn, positieve keuzes maken, mannelijk en het vrouwelijk in evenwicht, donker en licht in evenwicht. Waar gaat het allemaal over? Werkelijke relaties, verliefd zijn, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Verleiding, harmonie. Harmonie vinden in die strijd die je hier misschien voelde, hè, in de vorige maand. Dat is waar die geliefde over gaat. En ja, het knaagt wel aan je. Hè, muizen, dat is toch altijd wel een kaart van zorgen maken, knagen, piekeren. Maar ook daar kun je zelf iets aan doen, lieve stier. En ja, het is een klaver. Dus ook weer een staven. Nou, hier had je ook weer een staven. Dus dan kom ik toch een beetje uit op die ram, leeuw of boogschutter. En misschien voel je wat bestolen. Dat zou ook heel goed kunnen. Of ga er maar eens even heel rustig en realistisch naar kijken van wat is dit nu. Want aan de ene kant, het gaat vooral om die balans, hè, tussen het donker licht, tussen het mannelijke en het vrouwelijke. En af en toe hoor je Rinus even op de achtergrond. Het hondje, die knoort lekker mee. Die wil ik wat vertellen. Uitdagingen, verlangens, daar gaat het om. En die harmonie. Dus laat het even knagen, maar gooi het ook weer zo snel mogelijk aan de kant. Hier krijg je ook de kaart van bezinning. Geef elkaar op dit moment wat meer ruimte. Paars met een vlinder, transformatie. Dus twijfel niet aan die balans en die aantrekking op het gebied van relatie, op het gebied van uitdagingen. Die muizen geeft aan dat er wel wat te piekeren valt, maar geef het nou gewoon eens ruimte. Laat die emotie jou niet leiden. Verwerk je emotie, ga door je emotie heen, maar maak die emotie niet van jou. Ik denk dat dat wel een hele mooie boodschap is. Paars is ook de kleur van spiritualiteit. Vlinder die daarbij ligt, ik laat hem nog heel even zien. Transformatie, alsjeblieft. Nou, dan gaan we alweer naar maand 8. Maand 8 augustus, stier. Onderzoek. Onderzoek het goede en behoud het goede eigenlijk. Alsjeblieft. Je moet dingen even, alle kleine letters lezen. Even alles door een vergrootglas bekijken. En dat is wel mooi. Want als je heel goed naar dat vergrootglas kijkt, dan zie je daar ook een bloem. Zie je daar vogels, zie je daar communicatie. Onderzoek. En behoud het goede is de uitdrukking. Volgens mij is die net even wat anders. In combinatie met staven 8, alsjeblieft. Staven 8 gaat over snelheid, actie. Dingen gaan ineens plotseling veranderen. Ja, je hebt misschien even een vertraagde periode ervaren. En dat gaat nu in één keer bam, als een achtbaan. Tijd voor vernieuwing. Er komt echt een nieuwe periode aan met turbulentie. Dus maak je daar maar klaar voor. Onderzoek welke richting je op wil. 44. Opgeteld een 8. Geen begin, geen einde. Je ziet hier eigenlijk alle elementen. Dus het gaat niet over tekens. Dus het gaat niet over dierenriemtekens. Of welke andere elementen hier invloed op hebben. De 8 staat eigenlijk voor weer die volmaakte harmonie. Geen begin, geen einde. Pak je een 4, dan is het vooral stabiliteit. Maar die moet jij zelf gaan onderzoeken. Dus laat je niet te veel meeslepen in de snelheid van het moment. Dat is wel heel erg belangrijk. Onderzoek waarin je wel of niet meegaat. En dan hebben we hier eigenlijk tweelingpassie. Je ontsteekt in hartstocht. Ik denk dat dat dan ook heel erg belangrijk is. Als je de vorige maand erbij pakt. Lovers, bezinning, geef ruimte, twijfel niet te veel. Dingen kunnen dus de volgende maand ineens heel snel gaan in augustus. Alsjeblieft, stier. Dus mooi zeg. Ja, en dan gaan we naar september. En dan gaan we langzaam richting de herfst, een nieuw seizoen. En ja, waar gaat het allemaal over? Temperance, de hond, trouw zijn aan jezelf. Kaart 18 is een 9. Kijk, 1 en 8 is 9. Voltooiing. Oneindig, wedergeboorte. Hond geeft aan, wees trouw aan jezelf, wees trouw aan de ander, wees trouw aan het leven. Harten, gaat over vriendschap, gaat over gevoelens, emoties, liefde, hartzaken. 10 is een 1. En ja, in de kaarten is 10 ook wel weer de kaart van de vollediging,
samengevoegd getal als het ware. Hè? Een 1 en een 0. 0 is een nieuw begin. En vanuit de dwaas, 1 is natuurlijk ook dat nieuwe begin. Maar het gaat om voltooiing en het is het symbool van een nieuw begin. En dat heeft met relaties te maken, vooral ook de relatie met jezelf. Temperance. En prachtig. Ik laat hem even aan je zien. Dat is kaart 16. En zeg ik dat goed? 10, 11 en de V. Ik zeg het misschien verkeerd. Wacht even hoor. Soms ben ik ook even de weg kwijt. Maar Temperance is een hele mooie kaart die je eigenlijk aangeeft. Geniet van alles. Uit het licht zie je dat ook. Je sla je vleugels uit. Wat kan ik er nog meer over zeggen? Matigheid. Dus ik zei het wel goed. Het is 14. Ik telde verkeerd. Ik telde hem anders achterstevoren op. Maar ik ben een beetje dyslectisch. Dus dan heb je dat soms. En dat gaat over zelfbeheersing, balans. Alles in rust ervaren. Balans hervinden. Je ziet die bekers. En het gaat om de vreugde, water bij de wijn. De balans vinden hè, tussen water en wijn als het ware. Het spirituele en het materiële. En het kan zelfs een voorteken zijn van een huwelijk. Dat hoeft natuurlijk niet. Maar wel van een nieuwe verhouding, van een nieuwe relatie. Dus dat staat jou wel te wachten. En ik denk dat je dat wel zeker met je mee mag nemen voor september. Omdat we ook de hond daarbij hebben. En die staat voor vriendschap en relatie. Dus dat is helemaal niet slecht. En dan hebben we hier, zet je zorg opzij en kom in mijn armen. Ja, over vriendschap gesproken, ik had hem nog niet bekeken. Dus neem die maar lekker mee in september, stier. En dan gaan we naar de volgende. En paasje van bekers. Paasjes is de jongeling. Bekers is emoties en gevoel. En het gaat over studie. Dus je gaat misschien wel een nieuwe studie doen. Ook weer een 8. Het is 26 is een 8. En 10 is weer dat nieuwe begin. Het heeft ook zeker met materie te maken. Munten te maken. Paasje, bekers. Paasje is altijd de jongeling. En het gaat hier over iemand met hele expressieve ogen. Indrukwekkende ogen. Meestal lichte ogen. Lichtbruin haar. Kinderlijk iemand, jeugdig iemand, daar heb jij in oktober mee te maken. En het is iemand die gewoon, of het is een jonge ziel, maar het is ook echt een boodschapper. En misschien ga je wel een verbroken relatie herstellen. Het boek ligt erbij, dus je gaat een oud boek sluiten, een nieuw boek wat open gaat. Er komt ook informatie naar je toe, wat je nog niet wist. En ik voel er wel een bepaald belang bij. En ruiten is ook wel weer een aardeteken. En stier, dan heb je toch met een maagd of een steenbok te maken. En misschien ben je zelf of een stier. En misschien gaat het wel over jezelf. Dat je zelf een hele nieuwe start gaat maken. En het gaat hier over iemand die gewoon heel erg jong is van geest. Of een jonge ziel is. En een zacht aardig iemand. Daar heb jij mee te maken. Of misschien ben jij dat zelf wel. En het antwoord is nee, geef de harten aan. Dus misschien dat je wel een boek gaat sluiten. Misschien vraagt iemand jou om vergeving. Een nieuwe kans in een relatie. En dat je toch dat boek gaat sluiten. Omdat hier het antwoord nee is. Zou dat heel goed kunnen duiden op het boek dat je gaat sluiten. En de nee tegen de ander is altijd een ja tegen jezelf. Dus het hoeft niet per se allemaal een verband te hebben. Het lijkt er wel op. Het is natuurlijk net voor iedere stier is het net weer even anders. Kan het net weer even anders resoneren. En neem het ter inspiratie en inzicht gewoon met je mee. Ja, en dan gaan we naar november. En spirituele maan voor jou. De maan. Je bent ook maangevoelig stier. Koning van bekers kruist zich dat mee. En ik laat het je even goed zien hopelijk. Zie je ook weer die cyclussen die je voltooid hebt. Maan staat voor het paranormale, je intuïtie, staat ook voor werk. Maangevoeligheid. Stem je dus ook af op de maancyclus. Kijk eens even op Google
of je ergens een maankalender kan vinden. Ga eens mee met die cyclus, hè? Nieuwe maan, volle maan. Nieuwe maan ga je dus nieuwe dingen creëren. Volle maan ga je dingen afronden. Ja, en dan hebben we natuurlijk de ridder van bekers. En ja, dat is een jonger mannelijk iemand, heb je mee te maken. Licht haar. Weer die expressieve ogen. Dus alles met een bekers heeft lichte ogen. Met een bepaalde speciale uitdrukking. Je hebt van die mensen die hebben van die lichte ogen. Daar zie je, dat is heel speciaal. Die hebben een hele speciale blik. En dat gaat met blond of lichtbruin haar gepaard. En je ziet daar gewoon iets speciaals aan. Alsof ze, ja, ik denk dat je wel begrijpt wat ik daarmee bedoel. En ja, de ridder is eigenlijk een hele trouwe minnaar. Is hartstochtelijk, actief. Laat zich vooral niet leiden door emoties. Dus dat is wel mooi om mee te nemen. En het gaat hier over een waterteken, een schorpioen, een vissen of een kreeft. Is wat ik hierbij een beetje oppak. Want als je dan bekers wordt weer gekoppeld aan harten, een waterteken, en dan krijg je schorpioen, vissen of kreeft. Nou, daar heb je dus in november mee te maken. En ja, ik denk dat dat een heel mooi stuk is, omdat je te maken krijgt aan de ene kant, de maan is heel emotioneel, jij bent ook maangevoelig, en dan kom je met die ridder van bekers in aanraking, en die is juist heel erg veel rationeler. Die is wel heel intuïtief, maar die gaat veel meer op zijn ratio af of dan op zijn emoties. Dus er komt ook een bepaalde balans voor jou in november hier. En dan krijgen we hier manifestatie. Je dromen zullen verwezenlijkt worden. Nou, wat zei ik net al met die maan? Dat gaat over dromen en wensen. En het paranormale, het intuïtieve. Dus dat is heel mooi. Nou, dan gaan wij naar december. Ja, december weer een kaart van bekers. En dan de king, de baas, der bazen van de bekers. En de koning van bekers is iemand die zijn hoofd gewoon heel koel houdt bij noodsituaties. Emotioneel alles heel goed onder controle hebben. Gebruikt vooral zijn intellect met zijn verstand. Is heel trouw en loyaal. Daar heb je mee te maken in december. En het gaat hier over de tuinen. Dus je gaat ontmoetingen hebben, het leven vieren. Kaart nummer 8 en dan een schoppen. En schoppen is een luchtteken, tweeling, waterman, weegschaal. En een 8 is weer dat oneindige. Dus harmonie, balans. En 20 is een 2. Ja, dan kom je weer op relaties uit en dualiteit. Nieuw begin, dus 2 keer 1. He, de yin, de yang. En dus het is eigenlijk ook een beetje je tegenpool, als het ware. En daar krijg jij dus in december mee te maken. Eigenlijk zou ik ook engelen tarot erbij trekken en daar ben ik niet eens aan toegekomen. En dit is de laatste kaart die bij december hoort. Ik hou van jou. Alsjeblieft. Nou, stier, ik hoop dat je blij bent met deze versnelde jaarlegging van maand tot maand. Klein tipje van de sluier. Wil je meer weten? Neem dan even een kijkje op www.mediummireille.nl. Linkjes staan hier ook allemaal onderin. Kijk eens even op www.puurmedium.nl. Daar kun je altijd terecht voor een telefonische consult. Ik wil je natuurlijk heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je duim niet omhoog te doen. Laat je comment achter. Vind je het nou een leuke video? Vind ik het weer hartstikke leuk. Als jij hem weer wil delen op social. En ik zou zeggen, tot de volgende. Doei!